Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op ItzUltraxx, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de Efteling afgelopen vrijdag? Ja, Efteling was leuk. Ik heb nog na mijn bezoek heb ik nog iets heel vervelends meegemaakt. Ik ben mijn Efteling abonnement verloren. Ik ben hem kwijtgeraakt. Ik kwam bij Slagboom aan. Moet je je pasje gebruiken. Je Efteling abonnement pasje. Moet je bij de paal zeg maar scannen. En dan gaat het Slagboom omhoog. En ik heb hem, daarna heb ik hem in mijn middenconsole van mijn auto gedaan. En normaal als je daar iets inlegt dan blijft het daarin leggen. En ja... Bij mij dus niet. Ik ben hem echt spoorloos. Ik heb de auto helemaal binnenstebuiten gehaald. Joost heb ook nog gekeken. Want ik had hem op een parkeerplaats bij vrienden afgezet. Ik heb ook nog op de parkeerplaats 2 keer gekeken. Ook niet gevonden. Ik heb de hele auto binnenstebuiten gehaald. Tas binnenstebuiten gehaald die ik bij me had. Mijn camera spullen. Alles gecontroleerd. Hij is nergens meer te vinden, dus de eerste volgende keer als ik naar de Efteling ga, moet ik naar de klantenservice. Ik heb de Efteling al gebeld, Efteling is al op de hoogte ervan. En ja, het is gewoon dikke pech, is het, dikke pech. Ik zal iets van €7,50 moeten betalen voor een nieuw abonnement. Ja, dat ga ik natuurlijk wel doen. Want ik blijf gewoon toch, heb ik besloten om toch door te gaan met de Efteling. Er komen dus gewoon nog Efteling vlogs komen. En ja, ik moet dus op een nieuw abonnement moet ik dus gaan laten maken bij de klantservice. Dan moet ik als eerste heen. Nou, dat zal zeer binnenkort zijn, want wij zijn er natuurlijk bij de laatste dag van het Spookslot. Dus zullen wij aanwezig zijn. En ja, dan zullen we een aparte video komt daarvan met hoogtepunten van Spookslot en ja, nog meer dingen allemaal en zo. Natuurlijk de afscheid. Ik wil er een speciale video van maken. Dus ja, die kunnen jullie dan in première ook weer zien natuurlijk. We zullen in ieder geval erbij zijn als het de laatste dag is van het Spookslot. Zullen we erbij zijn. En ja, wel een apart moment. In ieder geval, nog even terug te komen op vrijdag. Hoe was het? Ja, het was leuk. Ik heb echt wel weer een enorme leuke dag gehad. Daarom ook dat ik dus besloten heb om toch mijn abonnement te houden. Ik heb toch elke keer als ik daar weer weg ga, heb ik weer het gevoel van, ja, ik heb toch wel weer een enorme leuke dag gehad met de mensen. Ja, die er tenminste wel voor me zijn en wel aardig zijn, want er zijn ook een heleboel misgunners zijn er in de Efteling. Ik heb het al een paar keer gezegd, dat is helemaal niet belangrijk. Het belangrijkste is dat ik er een leuke dag heb samen met mijn vrienden en ja, de rest eromheen kan me eigenlijk gestolen worden. Ja, daarom dus blijf ik mijn abonnement toch houden en zullen jullie dus alsnog een heleboel Efteling video's zien. Ja, na het maken van deze video heb ik wel zoiets van, het moet ook een beetje anders gaan doen. Ik ergerde me eigenlijk aan, of ik ergerde aan mijn eigen, ergerde ik dat ten eerste de video ontzettend lang is en heel veel dezelfde stukjes. Daar baalde ik ontzettend veel van. Daar baal ik ontzettend van. Ik moet toch iets anders, ja, wil ik gaan doen. Iets, ja, dat het, ja, niet dat het elke keer hetzelfde is. Ik heb natuurlijk de attracties al zo vaak gefilmd. Daar moet echt even verandering in komen. Misschien versneld of stukjes eruit, maar in ieder geval niet meer zo lang. Want het is elke keer hetzelfde liedje en daar word ik een beetje gek van. Het moet wel een beetje leuk blijven en ook een beetje, ja, het moet een beetje te bekijken zijn. En als je elke keer lange video's hebt waar je elke keer weer dezelfde attractie voorbij ziet komen, ja, daar word ik gewoon een beetje moe van. Dus dat moet nog veranderen, maar dat is niet iets aan de Efteling, dat is ja, aan mezelf. Dat moet ik verbeteren. Je moet altijd leren van je fouten, leren van dingen om het te verbeteren, om het de volgende keer iets beter te doen, zodat je weer meer kijkers trekt en meer mensen, ja, meer kijkers hebt en ook meer abonnees hebt. Dus ja, dat moet ik veranderen. Het enige wat mij wel ontzettend tegenviel in de Efteling, de zomeravonden. Ja, de zomeravonden vind ik echt vies tegenvallen. Na het Negenpleinenverstijn zou er wat anders komen om de zomer te vullen, zodat het park langer open kan en toch ja, dat er nog genoeg te doen is in de zomermaanden in de Efteling. Nou, ik vind dat de Efteling ja, dat eigenlijk een beetje te weinig gedaan heeft. Ja, ik vind ze eigenlijk, dat ze eigenlijk tekort zijn geschoten. Ik vind het echt ja, zwaar kwaliteitloos. Ik vind het heel slecht, vind ik het, van de Efteling. Ik vind het echt, ja, het is eigenlijk een hele grote min, scoren ze daarop. Want ik vind echt die zomeravonden, ik heb nu 1 of 2 keer, nou, die eerste keer was eigenlijk niet echt helemaal, eigenlijk heb ik nog maar 1 zomer, de eerste zomeravond heb ik eigenlijk meegemaakt. Dat was dus in de afgelopen vlog. Maar ja, ik ben blij dat ik niet elke zomeravond gegaan ben, want het was echt, het was helemaal niks. Dat een kleine beetje entertainment wat er staat met een karretje met 2 van die acteurs erbij. Ja, nee. Vroeger met het Negenpleinenverstijn was het toch wel echt een heel ander verhaal. Veel gezelliger, veel leuker. Ja, toen ging ook men nog goed met elkaar om. Was ook wel eens een en ander, was toen nog wel eens, maar toen was het echt gezellig. En dan heb ik het vooral over 2018, dat vond ik echt een heel leuk jaar. Dat is echt eigenlijk het mooiste Eftelingjaar wat ik eigenlijk heb meegemaakt in die afgelopen tijd dat ik mijn abonnement heb. Dus ja, zomeravonden in de Efteling, nee, niet aan mij besteed. Ik vind er echt helemaal niks aan. Er is totaal geen sfeer, geen entertainment. Het is echt volledig waardeloos is het. Ja, dat is wel een dikke minpunt voor de Efteling, helaas. Ik probeer, of ik wil eigenlijk, de Efteling niet afkraken, want ik vind het een fantastisch park. Ik kom er heel graag. Het is mijn favoriete pretpark, is het. Maar ja, de zomeravonden, dat is echt ja, slecht. Zeer slecht, zeer slecht. Zeer betreurenswarend. Of hoe zeggen ze dat? Ja. Dus ik vond het, nee, dat is niet echt aan mij besteed. Ik vond het echt zeer slecht. Maar in ieder geval, ik heb nou al 10 keer gezegd zeer slecht. Dus ik ga hem neerleggen. Dit was eigenlijk een klein beetje een klein achterafje, een reviewtje van wat ik ervan vond. Ik heb weer een prima dag gehad in de Efteling. Ondanks ja, dat ik mijn abonnement verloren ben. En mijn ja, hoe heet dat? Ondanks dat ik mijn abonnement verloren ben. Ondanks dat de zomeravonden kut waren. En ja, heb ik toch wel weer een hele leuke dag gehad. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga hem neerleggen aan deze kant. Ik bedank jullie. En ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant en tot de volgende vlog. En die vlog, ja, deze video heb ik er later pas opgenomen. Hierna komt een kermisvlog, die is eerder opgenomen. Die is zaterdag opgenomen. Deze video is maandag opgenomen. Maar ja, de volgende vlog dus, dat is een kermisvlog. Die is op zaterdag opgenomen. En die is ook wel heel erg leuk om te zien. Dus ik zou zeggen, jongens, ja, schroom je niet en bekijk die kermisvlog, want die is echt heel erg leuk. Ik bedank jullie en dan zou ik zeggen, jongens, tot de volgende vlog maar weer. En ik spreek jullie allemaal. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.